Goedemorgen allemaal en welkom bij Vlogmas dag 7. Goedemorgen allemaal, ik ben net wakker. Het is 8:15. Ik heb mijn wekker 8:00 gezet, maar ik dacht ik ga eventjes eerst nog maar een vlog kijken. En dat heb ik net ook gedaan. Tada! Ik ben net wakker dus. Mijn moeder kwam om 7:00 mijn kraam binnenlopen. Kim, we hebben iets leuks voor je gekocht. Bla bla, een verrassing. En een hele grote leuke dressoirkast die gaat daar komen. En al die kleine kastjes die daar staan gaan weg. Dus dat is super lief. Ja, zegt ze, als je nu uit bed komt, dan kan je alles wel eens leeghalen. Ik denk, ja, dag. Ik denk, het is 7:00. De papegaaien naar slapen nog. Dus ik moet toch zachtjes doen. Dus ik leg dat allemaal aan mijn moeder over vanmiddag. Ik voel me echt heel erg moe. Ik heb vandaag een lange dag school. Tot 4:30. Eerder dat ik thuis ben, zal het wel 5:45 zijn of zo. Als het niet later is. Ik ga naar school ook nog even honden voorhalen. Dus het is even kijken hoe de dag vandaag een beetje gaat lopen. In ieder geval moet ik nog een beetje wakker worden. Ik ben wel op zich heel erg snel wakker de laatste tijd. Ik ben echt wel een ochtendpersoon geworden. Alleen als iemand me wakker maakt... Ik ben gewoon alleen maar moe. Echt ongelooflijk. Maar in ieder geval ben ik wakker. Ik ga me aankleden. Ik ga make-up doen. En mijn haar eventjes een beetje fatsoenlijk doen. En dan gaan we alweer naar school toe. Het is alweer een nieuwe dag, jongens. Het gaat zo snel. Echt die nachtrust ook. Dat gaat zo snel. Goed. Oh, dan moet ik omlaag. Dan moet ik naar beneden. Wauw, wat een weer. Het regent. Goed, ik ben in ieder geval klaar. Ik ben aangekleed. De t-shirts aan. Grijze high-waisted jeans. Deze schimpjes. Ik doe een zwart gestreepte trui over aan. Die hangt daar. Die doe ik zo aan. Want ik heb nog een beetje warm. En dan ga ik... Ik ga nu even met mijn moeder gaan boodschappen halen. Pap, ga je slapen nog? Dus je kunt nog even blijven slapen. Ik ga even boodschappen halen met mijn moeder. Even dierenvoer halen. En dan... ga ik naar school. Dan is er weer tijd. Het gaat zo snel. Echt zo snel. Zo, de boodschappen zijn gedaan. Mijn moeder is nog even naar de kapper gelopen om een afspraak te maken voor morgen voor haar. En ik heb natuurlijk eventjes gelijk lekker wat drinken. En wat lekkere eierbroodjes gehaald voor vanmiddag. Er is niets lekkerder. Gewoon lekker van die stinkkaas uienbroodjes eten. Oh, heerlijk. Gelijk wat drinken, ik heb best wel dorst. En gaan we nu door naar de dierenwinkel. En die mevrouw van de kas heeft gereageerd. En het is heel grappig, het zit naast mijn paase werk. Maar het is pas vanaf 7:00 dat ze hem kunnen ophalen. Dus mijn pa en zijn collega komen eerst naar ons toe om een lekker avond te eten bij ons. We gaan even lekker hamburgers maken. En cheeseburgers en zo. En... daarna, ik weet ook gewoon niet meer. Oh ja, en na 7:00, daar gaan ze naar die mevrouw om het te halen. Dus ja. Toppie. Oh. Als je ijs hebt van de Lidl gewoon maar en je drinkt dan denk ik van de Plus. Dat is heel raar. Er zit ook altijd zo'n min smaakje aan. Heel vreemd. Maar goed, we gaan in ieder geval eventjes dieren voorhalen. En dan gaan we naar huis. En ik heb nog 3 kwartier en dan vertrek mijn bus. Maar dat redden we makkelijk. Oké, ik zit in de bus. IJshanden. De bus was 5 minuten te laat. Maar dat valt er nu echt wel tegen met dit weer. Heel erg. Ach jee. Ik heb in ieder geval alles bij me. Ik moet weg naar school. En het is nu 9:45. Ongeveer 10:30. Of 10:30 ben ik ongeveer op school. Dus ja. En dan hebben we tot 4:30, 5:00 les. Dus ja, ik weet niet of ik vandaag op school kan filmen. Maar in ieder geval zie ik jullie of misschien op school vanmiddag. Of gewoon echt later op de dag. We gaan het zien. Oh, ik moet eerst opwarmen. Oh, zo koud. Tot vanmiddag. Goed, ik ben weer thuis. Yay!
Oh, er is vandaag eventjes behoorlijk wat gebeurd. Maar ik heb het ook voor me af kunnen zetten, gelukkig. Ik ben het eend aan het doen. Dat is hier achter me aan de gang. Mijn paarse collega is hier bijna, dus we gaan zo meteen lekker eten. Maar we gaan natuurlijk ook eerst de adventkalender doen. Dus ik zou zeggen, let's go. Laat me zien wat het gedichtje is. En waar hij het cadeautje vandaag kan vinden. Ja, dag Zeven. Dag Zeven. Ja, ik ben al beroemd aan het worden. Dus, goeiedag kijkers. Luisteraars. Lieve kijkbuiskinderen. Are you looking for the missing link? Take a look inside the... sink. Dat zou ik ook denken, ja. Nee, ja. Oh wel. Je cadeautje. Hey. Hadden we eigenlijk al moeten zeggen in de kamer. Under the sink. Under the sink. Dat is gewoon een pillow stand. Oh, dan kan je mijn telefoontje in. Nou, zo makkelijk eigenlijk ook voor Steve zoiets, hè? Want die slaapt ook altijd. Kijk, wel zo mijn telefoon. Past het? Tuurlijk, en dan smaken we een passende. Oh, dan is het mooi gezien, of een nieuwigheid. Ja, dan moet je rekenen. Zo, kom je hem niet zetten? Oh, is wel stoer. Hey. Kijk, eens kijken. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Op mijn dag 8. Goed, dat was de adventkalender. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Ik ga deze vlog editen zo snel mogelijk, want het is al gewoon hartstikke laat. Het is al 8:30. En ik moet hem nog editen, uploaden. Het wordt late avond. In ieder geval bedankt jullie voor het kijken. Dus vind ik natuurlijk een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen bij vlogmas dag 8. Doeg!